Ik bedenk kaders meestal ter plekke. Dan kan ik wel vaak op eenzelfde manier kader. Dus ik heb best wel vaak dat handen soort van uit beeld zijn of dat je dan daardoor meer lijnen ziet. Dus dat, denk ik, dat ligt meer aan mijn stijl. Maar op een shoot zorg ik er wel voor dat ik niet alleen gezicht heb, maar ook bijvoorbeeld half totaal of totaal. Dat je een beetje variatie hebt in je uiteindelijke serie. Verder kijk ik zelf als ik mijn foto's edit van hoe ik hem beter kan kroppen, dat hij mooier wordt. Want soms heb je loze ruimte. Als je bijvoorbeeld zo'n stuk grijs boven je hoofd hebt wat nergens op slaat, kan je hem misschien een beetje beter een beetje kroppen. Of het kan ook juist mooi zijn, hangt er vanaf of het je doel is of niet. Ik vind nu bijvoorbeeld best wel veel ruimte boven en onder. Pak een andere krop, 8x10. Dan is die iets vierkanter. Maar dat vind ik wel iets mooier eigenlijk. Ja, lichtgebruik hangt wel heel erg af van locatie. Bijvoorbeeld hier heb je best wel mooi licht. Dus hier is een lamp niet nodig, behalve als het een hele grauwe, grijze dag is. Dan maak ik gebruik van een softbox die ik heel licht inflits. Dus dat er iets extra licht komt. En op een locatie als mijn vorige shoot, daar was het best wel donker overal. En door dan te flitsen komen die alle kleuren extra naar voren. Dus dan maak ik wel weer gebruik van een lamp. Maar het liefst met natuurlijk licht. Het is nu ongeveer herfst en kwart over twee, half drie. Dus dan is nu het licht een stuk zachter dan een uur terug. Want toen was het een stuk harder, dus heb je veel hardere schaduwen. Dus nu heb je ook veel zachter licht. Nou ja, een nadeel van hard licht is dat je hele harde schaduwen krijgt in het gezicht. Dus dat je, dan wordt de persoon niet echt mooier. Terwijl als je zacht licht hebt, dan schijnt het zo zacht langs, mooier langs. In de zomer van 12 tot 3 is het licht niet mooi, minder mooi. Dat is ook gewoon niet fotograferen. Tenminste, dan is het te hard van boven, heb je hele harde contrasten. En als je na 5 fotografeert, heb je wat zachter licht. De golden hour is rond 7. Dus dat is echt met je goud licht. Heel zacht, soft op het gezicht. En anders is het zo hard. Strijklicht. Dan voel je bijna letterlijk dat het licht langs je huid heen strijkt. Is vaak wat lager licht. En je hebt het licht dat helemaal van boven komt. Dus ook het licht waar als je er tegenin kijkt, dat je echt denkt van, oh, nu moet ik ook grijpen. En dat maakt vaak ook de huid wat fletser. Ja. Mijn ervaring, want ik altijd dan voel ik me wat minder mooi in ieder geval. Dus dat hoe lager die zon een beetje wordt, hoe zachter het allemaal wordt. Ja, zoals nu is het eigenlijk een stuk zachter dan net twee uur of een uur terug had je echt die harde schaduw en nu is het een stuk zachter licht. Dat zie je ook.